Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Nieuw Super Mario Bros. Wii! Wii! Ja, we spelen dit op de Wii U thuis, maar dat maakt niet uit. Dat is ook de reden waarom dat 1080p is. Maar buiten dat, het is in Nee. In de vorige aflevering zijn we door de... Weer die voice crack. In de vorige aflevering zijn we door de... Eerste levels heen gegaan, een paar faals erbij gehad. En in deze aflevering beginnen we gewoon bij het spookhuisje waar een secret ending zit. Heel belangrijk dat ik dat erbij meld. Vinden we lachen tot de boe ook eigenlijk, zeg maar zo, dat huisje ingaat. Dus, het grappige is ook... Hier zit een skyline. Wat leuk. Ik dacht dat dit dezelfde muziek zou hebben als Super Mario World. Volgens mij is dat niet het geval. Ik weet niet, ik heb Super Mario World al heel lang niet meer gespeeld, dus... ik weet wel dat hier de coins heel erg... Of de Star Coins heel erg lastig zijn. Maar zeker als er een secret ending in zit, daar is al helemaal daar word je helemaal niet vrolijk van. Dus ik weet dat er sommige zijn... Het is altijd bij spookhuizen, ik weet niet, bij spookhuizen moet ik altijd echt zoeken naar de secrets. Dus op het moment dat jullie nou echt naar het scherm zitten te wijzen van Zelda Play, het zit daar! Oh, hoe kun je die missen? Waarom spring je zo raar? Het spijt me jongens, ik ben ook aan het zoeken. Net zoals deze muur, ik vind die muur verdacht. Verdacht veel op een muur lijken. Ik dacht dat daar misschien een secret in zou zitten. Hey, er komen... Oké, wat zit daar? Kijk eens. Een secret coin. Waar we er nog niks mee kunnen. Ja, ik ken die video's wel laten zien. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van... Het is een 100% run. Dus ik laat alle muntjes zeg maar wel zien waar dat ze zitten. Wat die boven niks of zo? Niks? Echt helemaal niks? Oké. Maar die video's die je dus zeg maar kan unlocken met die starcoins. Ik denk dat dat het leukste is als jullie die zelf kunnen zeg maar kijken. Op het moment dat jullie het spel spelen. Ik bedoel, dan heeft het toch nog een beetje... Ja, ik weet dat sommigen die houden echt heel veel van om... Let's play along te doen. Oftewel dan maak ik een aflevering en dan later spelen jullie het spel. Of jullie spelen het tegelijk. Ik weet niet precies hoe dat jullie het doen. Laat in de reacties weten hoe dat jullie het doen. Verslik je eigen voorzichtig zelf play. Maar ik denk dat het dan wel het leukste is. Screw jou. Ik denk dat het dan wel het leukste is op het moment dat ik dan zeg maar dat soort dingen... dat jullie dat zelf dan nog wel kunnen doen. Ik bedoel, ik heb niks aan die video's. Dat zou voor mij eigenlijk toch alleen maar extra... Ik weet dat hij onder de secret ergens zit, maar ik weet niet meer waar. Ik durf niet te vallen. Daar zit hij. Daar zit de secret to everybody. Oké, ik spring gewoon. Maakt niet uit of ik geraakt werd. Daar zit in ieder geval de secret. Maar dan weten jullie dus, ik ga de filmpjes niet coveren. En oh mijn god, haat ik dit. Zeg. Moet je allebei de kanten in de gaten houden. Makkelijk met twee spelers. Oké. La, 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 la. Ik weet dat er ergens een muntje zat, maar... Auw! Well, excuse me, bo! Oké. Nee! Ik haat die oude spinaanval! Om heel eventjes te verduidelijken wat ik net eigenlijk bedoelde. Dat was dus... daar zat de Starcoin toevallig. Oké, wat ik dus bedoelde... op het moment dat je dus zeg maar bezig bent... Met waar ik dus nou net mee bezig was. Dat je dan automatisch per ongeluk in één keer dit doet. Dat gebeurt dus zeg maar door te shaken met je Wiimote. En ik was alleen maar aan het drukken met links en rechts. En dan maak je een klein tikkeltje beweging van... Oh, dat je dan toch misschien net heel erg per ongeluk net toch die shake maakt. En dan zegt het spel van ja, jij maakt gewoon die shake. Maar goed, we gaan nog heel eventjes naar de fork in the road. We hebben alle drie de munten, we hebben de secret ending. Maar we moeten nog heel eventjes naar de gewone ending. Dus ik zie jullie bij de fork in the road. Oké, weer terug bij de fork in the road. Net deur, goede deur. Heel erg simpel. Nee, ik veel. Volgens mij brengt dit ook gelijk je weer naar dezelfde... Ja hoor, net zo'n muur.
En dan mogen we weer Anne Maria Koekoek spelen met de spookjes. Dat doet hij het weer! Oh, ik vind het zo'n irritante mechanic in... Ik shake de mijn Wiimote nog niet eens muts! Geef hem de ster. Big Boo gaat eraan. Kom hier. Ja, het leukste is, dit telt dus op. Dus op het moment dat je genoeg Boos killt... krijg het niet voor elkaar. Dan kun je dus levens krijgen. Maar ja, ik wou het wel even. Ja, waarom ook niet? Oh. Ik sparkle nog een beetje na. Disco kleurtjes. For the win. Goed zo, weer een leven erbij. Ik heb al 91 levens, serieus. Ik bedoel, in Mario 3 was ik veel Prodedor. Gaan we weer, Prodedor. In Mario 3 was ik veel Prodedor, ging minder dood. Maar echt, levens krijgen in Mario games was echt altijd eigenlijk heel erg makkelijk geweest. Goed, nou, ik zie weer een mushroomhuisje. Jullie weten wat ik met mushroomhuisjes doe. Ik doe dan altijd heel eventjes een knipje. En ik laat altijd op het einde zien wat we dus zeg maar hebben. En ja, de kanon, dat was dus zeg maar de secret ending dus. Oké, laten we kijken. Oh, en voordat ik het vergeet te zeggen. Penguin suits zijn ook available in mushroomhuisjes. Ah. Nou, ik heb wel weer 2 power-ups erbij gekregen. Yay, wat leuk. Ik weet niet, ik vind deze mechanic, ja, aan de ene kant is wel leuk. En ik weet hoe dat ik items moet gebruiken. Je hoeft het me niet uit te leggen op het moment dat ik het al gedaan heb. Dank je, spel. Oké, nou, we gaan dus eventjes op bezoek bij Lemmy. Het is toch Lemmy, hè? Ja, het is Lemmy. Nogmaals, dankjewel, Dombos. Dat helpt een hoop. Ja, ik weet het. Ik had het misschien zelf ook wel op kunnen zoeken bij... Wikipedia of zo, weet ik iets. Maar, past. Maar aan de andere kant, ik vind het veel leuker als ik ook inderdaad kijkers gewoon kan bedanken van... Hey jongens, dank jullie wel voor de support. Ik lees de reacties nog steeds, dus tenminste, ik probeer nog steeds alle reacties. Ik moet zeggen, ik krijg een gigantische load van reacties de laatste tijd van jullie binnen. En ik vind het zo leuk om al die reacties te kunnen lezen. Echt letterlijk en figuurlijk. Jullie zijn gewoon geweldig daarin. Oké, een beetje skill jumps. En volgens mij zit daar een secret to everybody. Oké, weet je wat? Geef me die hoek omhoog. En... juist. Valt ook niet op of zo. Oh, leuk. Voor die hoeken hier, daar wil je zeker voor uitkijken. Want op het moment dat je zeg maar bij die hoekjes komt... en je komt tussen de hoek en de grond... Oh, ik zie niet wat ik doe. Ik had het muntje kunnen pakken. Auw. Een stomme swingbal! Die stankt. Volgens mij ben ik hier... Naar me erin. Oké, wachten. Go! Nee! Jij stom stinkmuntje. Dank je. Jeez. Oké, nou heel erg sneaky. Goed zo. Kortom, reacties van jullie zijn geweldig. Volgens mij zit zo'n... Ik noem het gewoon een helveter. Deze dingen die zijn eng. Oké, nou natuurlijk kunnen we de draaibones niet aan. I did it! Geef! En een checkpoint, dat is alleen maar mooi. Oké. Nou, ik moet zeggen, de level... Hoe verder dat je komt natuurlijk, hoe moeilijker dat het wordt. Dat is natuurlijk ook al wie, dus waarom ligt dat... dat dan misschien secret zou zitten. Als ik me niet vergis, hier wil je de beestjes, de malootjes, de draaibones, wil je nog niet doodmaken. Dan kun je lachen. Je wil namelijk deze hebben. Die wil je bewaren. Als ik me niet vergis. Concentratie. Weet je waar we gaan het... Boom! 3 levens. Of wou je die nou helemaal volhouden? Ik weet het niet meer. Hier kon je zelfs nog veel meer levens krijgen. Oh nee, dat ding moest je hebben. Dat ding moet blijven leven. Ja, nou weet ik het weer. Hallo. Oké, die dingen die moeten blijven leven. En dan zit er hier een powerblok dadelijk ergens. Ik geloof hem dat dit juist degene was waar ik zoveel moeite mee had. Ik weet zeker dat dit degene was waar ik zoveel moeite mee had. Ze zit er... Juist. Alleen, die powerblok, die mogen we niet gebruiken. Dus niet geraakt worden. Nee!
Oh, dat was slim. Oké, ontwijkmodus engaged. Oh, ik haat dit stuk zo erg. Want namelijk de bedoeling is, je moet de powerblok, die moet je dus zeg maar vasthouden. En die dingen die moeten dus zeg maar dat kapot maken en dan kun je bij de starcoin terechtkomen. Maak je die dingen dus kapot, is er geen enkele manier om bij die starcoin te komen. En je kunt dus zeg maar niet naar beneden vallen door deze plateaus heen. Dus daarom is hij zo irritant. Oké, nou hebben we dat ook in ieder geval gehad. Dit kan nogal een beetje problematisch zijn, maar ik kan goed walljumpen. Oké, nou. Ik weet dat hij namelijk ergens dadelijk die derde... Volgens mij zat hij daar, hè? Juist! Haha, geen secret is veilig voor mij! Want ik weet precies waar alles zit. Nou ja, bijna alles. Vooruit dan. Het innergaat meer een secret power. Oké, nou dan gaan we maar naar Lemmy. Ik wou bijna Larry zeggen, dankjewel Tom. Ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik weet het, er zijn heel erg veel die hebben me gecorrigeerd. Maar ja, de eerste comment die ik zag met heel het lijstje erop op part 5, dat was van Tom. Dus, maar ik vind jullie allemaal even geweldig hoor. Serieus, Lemmy? Was Lemmy degene met die ballen? Want ik herinner me dat Lemmy zeg maar degene was van, ik geloof, wereld 6 naar wereld 7 in Mario 3! Dacht ik me net goed? En ik ben nummer 1. Maar ik herinner me inderdaad zeg maar dat hij dan zeg maar van level 6 naar level 7 was of zo. Dan kreeg je hem met zijn balletjes schieten. Hier kreeg je hem behoorlijk vroeg. Nooit geweten dat dat Lemmy was. Ze leer je ook nog eens wat. Oké, nou. Dan krijg je dus eigenlijk een soort van dat je twee maps tegelijk... Ja... Teltje zit in de problemen. Dat maakt mij helemaal niks uit. Hoeft nog niet. Ik ben nog steeds lekker aan het opnemen, dus... Maar goed, eventjes over dat Toad Mechanic. Ik had in de reacties over dat ik nou toch over reacties had, had ik dus zeg maar heel veel te horen gekregen. Deze heeft trouwens een secret ending, maar ja, dat is nogal obvious. Maar deze heeft een secret ending. Maar ik had dus in de reacties had ik dus te horen gekregen dat er een hele grote discussie over was of nou iets wel of niet zo was betreft de secret van op het moment dat je, ja... de timer op het einde neer moet zetten of noem maar op. Nou, ik zou er nog even proberen een duidelijk uitleg over te geven hoe dat nou precies werkt. De mechanics die werken als... volgt. De mechanics die werken als volgt. Juist. Op het moment dat je singleplayer speelt, werkt niks van die vlagmechanics met dit spel. Ja, we praten nou niet over andere spellen, we praten nu echt specifiek over New Super Mario Bros. Wii. Op het moment dat je dus zeg maar singleplayer, wat je ook met je score doet of met je tijd, het maakt helemaal geen ene flauws aus. Nou, dat werkt ook. Je zult altijd zeg maar gewoon een normaal einde krijgen. Speel je in multiplayer daarentegen, als je de laatste 2 seconden zeg maar gelijktijdig uitvoert. Dus 11 tot en met 99, dus 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Heel erg simpel. Dubbel nul werkt trouwens niet. Je kunt het proberen, maar dubbel nul werkt niet. Op het moment dat je dat doet, krijg je dus zeg maar het oude klassieke Mario 1 deuntje. En als je dat Mario 1 deuntje dus hoort, krijg je dus zeg maar een toothuisje. Zoals dat je dat zou krijgen op het moment dat je dus Toad zeg maar bevrijdt in singleplayer. Zo werken de mechanics in dit spel. Anders niet, helaas. Dus geloof me, I know, I've been there. Oké, nou, die doorzichtige blokjes die we zien. Op het moment kunnen we daar nog helemaal niks mee. En die faal ik altijd heel erg snel. Oh boy. Die pipe daar. Kunnen we niet in. Nog niet, in ieder geval. Leven. Ik bedoel, ik wil een grappige gimmick laten zien. Op het moment dat we 99 levens halen. Maar het is al in de comments geweest, maar ik wil het toch heel eventjes voor de grap laten. Haha, jij bent bevroren vandaag. Volgens mij zat er boven een secret to everybody. Ploek. Jij gaat omdooien. Ik wil niet dat je omdooit. Oh, kom op. Geef me een ogen. Oké, deze moet hoog genoeg zijn. Oké, wat zit hier? Een leven. Oké, we hebben 99 levens. Volgens mij werkt het nog niet eens met de pinguïn suits. Kan ik het nog niet laten zien. Maar goed, 99 is dus het... Serieus, hè? 99 is dus het maximaal aantal levens wat je kan krijgen. Er is geen manier om er meer te krijgen. Het is niet zoals in andere Mario games. Die was zo gemeen! Oh, die was zo gemeen. Oké, nou.
Die was ook gemeen, maar ik wil die starcoin hebben. Oké, jij gaat vuurballen schieten en... Ah, nee! Pennen neer. Ik weet het, jullie willen me graag nog een dead scene maken. Ik haat deze sprong zo erg, hè. Pennen neer. Ik ga dit overleven zonder gevaar. Nee. Oh, nee. Damn it! Nee! Oké, ik heb een muntje. Oh, dat was lucky! Oh, waarom moeten die beesten nou altijd zo irritant geplaatst zijn? Ach ja, we hebben hem. Oh, ik zei tegen jullie pennen neer, maar helaas. Geluk mocht er niet wezen. Lach me maar uit! Oké, nou, zoals jullie zien, dit staat dus zeg maar voor secret ending. Maar dit is niet de secret ending, dit is de normale ending. En daar is de gewone ending, kunnen we pas eigenlijk bij terecht op het moment dat we die schakelaar raken die we nu in beeld zien. Dus dan moeten we nog naar het volgende level. Maar dat doe ik mooi in de volgende aflevering. Dus heb je een leukste momentje, laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal weer te zien morgen bij een nieuwe aflevering van Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Heb je nog enige vragen, je kunt dat kwijt in de reacties, dat mag natuurlijk ook. En vergeet niet, ik lees ze allemaal. Dus van eigens krijg je wel een antwoord op. Dus, maar nee, komt goed. Dus bedankt voor het kijken, jongens. Tot morgen. Doei!